Goedemorgen, lieve kleuters. Welke dag is het vandaag? Vandaag is het de rode dag. En de rode dag is de dinsdag. Luister maar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Vandaag is het dinsdag. Gisteren was het maandag, de gele dag. Morgen is het woensdag. De roze dag. Vandaag is het cijfer 14. En het is de maand april. En het seizoen is lente. Lieve kleuters, wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan het hebben over de buurgetallen. Dus over de getallenrij. Dat staat namelijk ook in je werkboekje. We gaan het hebben over meer, minder en evenveel. Is ook een opdracht uit het werkboekje waar je eerst een spelletje mee kan doen. We gaan het over mozaïek hebben, over een mozaïek namaken. Want dat is een opdracht van onze rekenmethode die we nu helaas niet kunnen doen. Maar jullie kunnen het wel misschien doen met jullie papa en mama, dat we niet te veel achterlopen. En ik ga ook het versje voor jullie oplezen met de gebaren erbij. Nou, dan gaan we maar snel beginnen, want er is veel te doen vandaag. Oké. Wij gaan nu het naleggen van mozaïek. Gaan we dat nu doen? En hoe kan je dat makkelijk doen? Nou, door papier. Twee papiertjes heb je nodig. Schaar en stiften of potloden. Wat je doet is je legt... Papa en mama kunnen dat wel doen. Die leggen even twee blaadjes op elkaar. En die kunnen figuren gaan uitknippen. Zoals een vierkant. Een rechthoek. Een driehoek. Maar ook zo'n driehoek. Een andere soort driehoek. En je kan een groot vierkant, maar ook een klein vierkant. En die kunnen ingekleurd worden met stiften of potloden. En daarna moet papa, mama of je grote broer of je grote zus, die moeten dan een mozaïek maken. Die moeten iets neerleggen voor jullie. En jullie moeten het naleggen. Precies hetzelfde. Dus met dezelfde stukjes. Dus daarom is het handig door twee blaadjes op elkaar te leggen en dan te knippen. Want dan heb je elke keer precies dezelfde stukjes. Oké, dan gaan we beginnen. Doe ik het voor. Ik heb hier twee stapels met precies dezelfde stukjes voor de mozaïek. Ik ga nu iets neerleggen en daarna ga ik het nabouwen. Ik heb dit hier nagelegd. Een paarse vierkant, een blauwe rechthoek en een oranje driehoek. Ik begin helemaal onderaan. Daar ligt een paarse vierkant. Dan daarbovenop een blauwe rechthoek. En dan weer daarbovenop een oranje driehoek. Alle beide kanten zijn nu tegelijk. Kinderen uit groep 1 die mogen met drie stukjes naleggen. En kinderen uit groep 2 die moeten het met vier stukjes kunnen naleggen. Ik doe er nog één keer eentje voor groep 1. Oké, wat zie ik hier liggen? Een paarse vierkant en een gele en een groene driehoek. Oké, dan ga ik het nabouwen. Ik begin met de paarse vierkant. Dan leg ik een gele driehoek erbovenop. En daarna pak ik de groene driehoek. En ik leg hem zo neer. Niet zo. Dat is fout. Hij moet zo. Hij moet precies hetzelfde zijn. Je moet hem helemaal goed naleggen. Ja, en nu heb ik het helemaal goed gedaan. Ik had al eerder gezegd, de kinderen van groep 2 moeten de mozaïek kunnen naleggen met vier stukjes. Ik heb hier 1, 2, 3, 4 stukjes. Ook dit ga ik weer goed leggen. Ik begin met de blauwe rechthoek.
Dan zet ik daarbovenop de kleine vierkant. Daarna de oranje driehoek. En daarna de groene driehoek. En ik leg hem zo neer, want zo moet hij. Niet zo. Dit is fout. Hij moet echt zo liggen. Kijk, en dan heb ik hem helemaal goed nagelegd, de mozaïek. Doe ik er nog eentje voor groep 2. Oké, voor groep 2 weer eentje. Ik heb hier een paarse vierkant, een groene driehoek, een oranje driehoek en een gele driehoek. Ik begin dus eerst met de paarse vierkant. Dan zie ik daarbovenop een oranje driehoek. Dan een gele driehoek. En ik leg hem precies zo neer. Niet zo. Dat is fout. Hij moet echt zo. En dan de groene. Die leg ik ook precies zo neer. Kijk, en dan is het precies hetzelfde. Goedemorgen lieve kleuters, juf Ashley hier. We gaan vandaag een spelletje doen met meer, minder en evenveel, want daar is ook een opdracht over in jullie werkboekje. Wat heb je nodig? Je hebt kaartjes nodig met stippen van 1 tot en met 10. Hier heb ik al 1 en 2 en 10. En je hebt ook blokjes nodig en dat moet je... Oh, dat is altijd lastig om te doen. Maar in ieder geval, je hebt blokjes nodig. Ook van 1 tot en met 10. Dus paar, die moet je, of 1. En dan 2, dat moet je even random. Dus door elkaar, door de woonkamer heen leggen. Of slaapkamer, maakt niet uit. En dan ga ik verder vertellen wat je dan moet doen. Oké, okay. Hier zien jullie wat beter de blokjes liggen. Dus kijk, daar heb je 1 en 2 en 4... En 5 en 6. Dus die leg je overal ergens neer. Dan heb je kaartjes. Kijk, en je pakt een kaartje. En je gaat, ik heb hier van 2 stippen, die ga je bij het juiste getal leggen. Dus met evenveel. Je moet elke keer evenveel blokjes hebben. Kijk, zoals hier heb je 1 en 2. 2 is meer dan 1. Dat is niet 1 te veel. Hier heb je 6 en 2. 2 is minder dan 6. Dat is niet evenveel. Maar kijk hier, 1, 2. 1, 2, dat is evenveel. Als je dat hebt gedaan, dan ga je weer terug. Dan pak je weer een kaartje. Dan ga je tellen. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Ga je nu op zoek naar 7 blokjes. Ga je weer kijken. Nou, 1, 2, 3, 4. Maar 7 is meer dan 4. Dus dat is niet goed. Dan heb je hier 9. 9 is meer dan 7. Dus dat is niet goed. 7 is minder dan 9. Kijk, en dan gaan we weer verder zoeken. Kijk, en hier heb je 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 7. Nou, dan doe ik er nog eentje voor. We hebben hier 6. Nou, gaan we hier naartoe. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 is minder dan 6. Dus dat is niet goed. Gaan we hier naartoe. Hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is niet goed. Dus, en hier hebben we 6. Dat is niet goed. 6 is minder dan 10. Maar kijk hier. Hier heb je wel 6. En 6 is evenveel. En zo ga je verder. Totdat overal een kaartje ligt. Overal een kaartje. Evenveel.
om goed te weten wat elkaars buurgetallen zijn, is het fijn om te weten hoe de getallenlijn loopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kijk, voor de 5 komt de 4 en daarna de 6. Bij de 15 komt er voor de 14, daarna de 16. Voor de 2 komt de 1, daarna de 3. Voor de 18 komt de 17, erna de 19. Voor de 12 komt de 11 en erna de 13. Dus het is heel belangrijk dat je weet hoe de getallen lopen. Ik bedoel het nog één keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veel succes! Oké, ik doe voor jullie ook even voor hoe het versje gaat in jullie werkboek staan. Oké. In ons huis zit in elke hoek een muis. Ze kriebelen en krabbelen. Ze trippelen en trappelen. Kruipen op de tafel, op de stoel, op de bank. En als je roept vang, dan springen ze vlug achter het behang.